Hoe is het met Jerry? Eindelijk weer helemaal goed. Ik ben weer helemaal van de partij. Dus uh, nu goed. Ja, je hebt natuurlijk ook de trainingskamp in Spanje meegemaakt. Dan ben je eigenlijk uh, voor het eerst weer sinds lange tijd onderdeel van de groep. Moet je dan weer winnen, of uh, is dat totaal niet uh, ter sprake gekomen? Ja, nou ja, kijk, de, met de jongens niet. Maar uh, natuurlijk wel weer uh, in een goede vorm raken. En uh, ja, daar ben ik hard voor aan het trainen. Ik heb even naar de competitiegegevens van jou gekeken dit seizoen. Eén keer op het wedstrijdformulier tegen de Jong AZ thuis. 59 minuten viel je uit. Had je toen al last van je blessure waar je heel lang mee te kampen hebt gehad? Ja, klopt. Ik had wat last. Die wedstrijd, en toen ging het daarna eigenlijk beter. En uh, alsnog kwam het terug. Dus uh, ja, dat was een, echt een uh, flinke domper. Toen heb je een oefenwedstrijd bij NEC nog even kort meegedaan. Ja. Speelde dat toen weer op daarna? Ja, precies in de warming-up. En toen ben ik uiteindelijk uitgegaan. En uh, toen bleek toch dat er wat schade was. En uh, ja, daar kan je helaas niet mee spelen. Maar goed, nu ben je klachtenvrij, zeg maar. Ja, zeker. Al een tijd uh, ben ik aan het opbouwen. En uh, ja, eigenlijk het allerlaatste was het schieten. En uh, dat, uh, daar ben ik ook weer helemaal vrij in. Dus ik heb alles meegedaan. En uh, ja, nu kan ik weer opbouwen. Dus wat dat betreft zou je deel uit kunnen gaan maken van de selectie voor komende vrijdag, mits uiteraard de trainer dat uh, al zodanig bepaalt? In principe wel ja. Ik moet, uh, ja. ben nu klaar om minuten te gaan maken. En uh, wanneer het beste moment is om mij uh, uh, dat te geven, dat uh, is aan de trainer. Ik heb nog even naar je hele carrière gekeken. Je hebt natuurlijk vrij lang in uh, Zuid-Korea en in Amerika gespeeld, Rino. Daar ben ik ook wel eens geweest in het, in het casino, okay. voor, voor mijn werk destijds. Yeah. Maar goed, als je even beperkt tot het uh, periode van uh, Zuid-Korea. Ik zag een uitspraak van je in de krant van. Uh, Kanis is een beetje te vergelijken met de mentaliteit, de werkwijze van uh, Zuid-Korea. Ja. Zuid-Koreaanse trainers, beter gezegd. Ja, klopt. Wat voor opzicht? Uh, nou, uh, vooral de discipline en de passie. En de manier hoe hij spreekt. is ook vanuit, uh, ja, vanuit een uh, bepaalde uh, gezag. Dat is een uh, goed woord. En uh, ja, in Korea noem je dat, uh, wat in de cultuur helemaal ja, vast zit, is de fighting spirit, zeg maar. En zo noem je, zo zeg je, noem je elkaar ook, als je uh, succes bent, zeg je fighting, dus, uh, dus het is de yeah, fighting spirit, ja. Yeah. Nu even naar de tweede helft van de competitie kijken, je hoopt natuurlijk uh, wat dat betreft weer een steentje bij te kunnen dragen. Hoe zie jij die tweede helft uh, tegemoet? Optimistisch, maar ik denk dat we dat allemaal denk ik wel optimistisch inzien. En uh, dus ja, ik hoop uh, dat ik daar inderdaad aan kan bijdragen. Komende vrijdag hier thuis tegen de Gaas Ook een uh, ploeg waar je moeder, als ik het allemaal mag geloven, ja, graag had weer zien uh, voetballen. Ja. Van waar die link met, uh, met de Gaas je, je bent uh, volgens mij in Arnhem geboren, of? Ja. Nou, ik heb daar eigenlijk uh, mijn professionele doorbraak uh, doorgemaakt. Uh, ben met ze gepromoveerd. En uh, het is natuurlijk in de buurt van mijn moeders huis, dus uh, dat had ze graag gezien. <laughs> het huidige de graafschap, wat weet je daarvan? Uh, nou, ze, ze, ze staan niet uh, ver van ons vandaan. Uh, ze begonnen niet zo goed, wat later wat beter. En uh, nou, ja, ik ken de trainer natuurlijk heel goed. En uh, ja, dus uh, wat ik daar zie is dat er ook een, een bepaalde teamspirit heerst. En uh, ja. Uh, dat, uh, dat verwacht ik ook van zijn vrijdag. Tot slot, wat voor soort wedstrijd kunnen we verwachten, denk jij? Uh, poeh, ja, ik weet het niet. Het dus is na de winterstop. Uh, ik denk, uh, ja, als wij die lijn door kunnen trekken... dat, uh, ja, dat we een goede kans maken en de betere partij zullen zijn. Uh, dus ik hoop dat we dat ook zien. En dan, als het even kan, een wellicht een invalbeurtje en aan scoren. Ja, dat, dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Darien net terug uit Spanje. Hoe is het bevallen? Uitstekend. Hebben jullie kunnen doen wat je wilde doen? Absoluut elke dag, elke minuut die we daar waren. Wat was de insteek sowieso van tevoren van dat trainingskamp? Nou, insteek is uh, van tevoren geweest uh, dat we natuurlijk uh, in uh, goede omstandigheden gewoon dingen kunnen, te teamtactische dingen kunnen doen. En. Uh, en uh, 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 uh. Die we heel graag willen doen. Daarnaast uh, terugblikken op het eerste halfjaar. Uh, en, uh, en vooral kijken uh, naar de volgende halfjaar die voor ons staat. Maar dan ook even uh, zonder externe factoren, maar juist allemaal bij elkaar. En, uh, zodat het ook geest volledig uh, binnen de elftal uh, blijft. Je zegt net terugblik op het eerste halfjaar. Wat was de conclusie van dat eerste halfjaar voor jezelf en voor de groep? Nou, conclusie is gewoon natuurlijk dat we gewoon in het historische jaar zich hebben bevonden. voor van de club. Waarin niet alleen maar selectie, maar ook staf en, en bestuur. en op alle vlakken de organisatie van Nadood Den Haag op zijn kop is gegaan. Wij we, we hebben gewoon eigenlijk vanaf de nul begonnen. Veel spelers van alle kanten van de wereld bij elkaar gehaald. die met elkaar nooit hebben gevoetbald. En, en zo zijn we gewoon begonnen. En, Um, we hebben een team gebouwd uh, uh, die gewoon een uh, identiteit uh, van de uh, cultuur van Ado Den Haag uh, zou moeten uh, hebben en van onze supporters die op de zitten, om uh, zich te kunnen daarmee identificeren. En dat, dat, dat ging redelijk goed. En uh, we zijn heel trots en blij hoe we die stijgende lijn hebben opgebouwd binnen de eerste seizoenshelft. En, um, en daarin uh, natuurlijk uh, waren gewoon een kleine curves. Uh, zoals ja, negen keer op achterstand komen. Uh, die we gewoon in de tweede seizoenshelft willen verbeteren. Even terug naar uh, de maand waar we nu in uh, leven. De maand januari, transfermaand. Jullie hebben er geen geheim van gemaakt dus jullie in elke lidie wat uh, erbij uh, willen hebben. Er zijn wat namen gepasseerd. Jordi Buis, jou niet onbekend, want die heb je twee keer meegemaakt in je carrière als, uh, als trainer. Uh, Alex Schalk. En dan uh, ook nog een, uh, een man uh, in de Achterhoede. Of hem, in het doel beter gezet, Nick Marsman. In hoeverre reken je erop dat die mensen erbij komen? Van al die mensen die je hebt genoemd uh, uh, kan ik niet uh, uh, bevestiging antwoord geven dat dat gewoon allemaal klopt. Uh, in ieder geval, uh, uh, we zijn wel uh, bezig, uh, klopt, op het, uh, op het transfermarkt. Dit is gewoon ook naar aanleiding van, uh, van maar één transferwindow die wij hebben gehad om uh, 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 um ADO-selectie samen te stellen, gewoon een, uh, natuurlijk een, uh, nodig om. Uh, om uh, Team te gaan versterken daar waar het nodig is. Ook uh, om het team te gaan uh, voorzien van het juiste impulsen. En ook om uh, onze jonge spelers uh, extra kwaliteit aan te bieden op het trainingsveld, waardoor zij zich gewoon nog beter kunnen ontwikkelen. En uh, Dus klopt, we zijn gewoon uh, we zijn bezig. Mocht dat allemaal lukken, dan is wat dat betreft natuurlijk de doelstelling heel duidelijk: promotie naar die eredivisie. Dat levert ook voor een trainer extra druk op, want je moet het wel waarmaken. Nou, of het gaat lukken of niet lukken, onze doel is gewoon duidelijk geweest vanaf het begin van de competitie. En daar heeft niks met, uh, met de nieuwe spelers te maken. En uh, totaal niet. Uh, wij, uh, wij als ADO Den Haag uh, uh, in de uh, in, uh, Divisie, in welke situatie dan ook. Uh, een, een situatie hebben we geschetst, uh, historisch uh, natuurlijk. Uh, opmerkelijke situatie, waar wij, uh, hoe wij seizoen zijn mee begonnen. Ondanks dat vind ik dat ADO Den op KKD-niveau gewoon altijd voor promotie moet gaan. Dus daar hebben, uh, daar hebben ontwikkelingen nu op de transfermarkt helemaal niks mee te maken. Komende vrijdag hier thuis tegen de Graafschap. Wat kan je nog herinneren van de uitwedstrijd? Nou, van de tijd kan ik me herinneren dat we, ja. dat we seizoen. Uh, zijn geopend met uh, Robin Esayas in, in de spits, uh, voorin uh, met, uh, met Komljenovic en met, uh, met totaal andere achterhoeden met Theresa Sante op middenveld. Uh, kortom, met uh, acht andere spelers in het veld. En, uh, en daar, uh, toen hebben we ook uh, gezegd dat we als ADO Den Haag uh, voor promotie uh, willen gaan. Net zoals nu uh, met het gewoon aantal machine -US spelers. Dus dat bevestigt nog steeds uh, en nog een keer. Uh, uh, mijn antwoord op jouw voorgaande vraag. Dat Ado Den Haag ook in keukenkampioen-divisie altijd, voor, uh, altijd uh, voor de promotie moet gaan. Even ten aanzien van uh, de doelstellingen, je gaf het net al aan. Alle moeten gaan voor die promotie. Dan had ik net uh, Jerry van Wolf voor de microfoon en die vergelijkt jou een beetje met een Zuid-Koreaanse trainer. Vat je dat op als een compliment? Ja, ik weet niet wat, uh, hoe, hoe, hoe de Zuid-Koreaanse trainers werken. Ik, hij, ik, hij, ik, hij, hij had met name het over de discipline, de bereidheid tot, tot werken en dergelijke. Hij zegt dat is nou ook iets wat bij een Koreaanse trainer altijd uh, Hoog in Vandel staat, laat ik zo nee. zeggen. Ik heb, ik heb Zuid-Koreaanse competitie heel hoog, heel hoog in Vandel staan. Uh, het is gewoon uh, een waanzinnige, sterke, sterke competitie, uh, um, dat weet ik wel. Uh, waarin, uh, waarin spelers natuurlijk altijd uiterste zoeken, uh, klopt. Uh, uh, Aziaten zijn bekend uh, uh, van hun uh, hoge discipline. Maar oké, okay, uh, mm, ik, uh, ja, ik, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ook als hij had gezegd Duitse trainer of Franse trainer. Uh, dus uh, is het voor mij uh, eigenlijk geen, uh, ja, geen uh, iets waar ik me vast moet binden. En uh, waar ik da daarop uh, 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 ja, een feedback kan geven. En in ieder geval, uh, wij zijn gewoon ja. professioneel bezig bij ADO Den Haag. Zoals het ook hoort bij betaald uh, voetbalclub. En dat is het enigste wat ik kan zeggen. Allerlaatste, iedereen beschikbaar? Behouden de Ventus? Ja, dat klopt. Wij hebben gewoon selectie volledig fit en uh, iedereen is aan boord.